Hallo kijkers van DJ Jelly, hartelijk welkom bij Akinator aflevering 2. Vandaag was het eigenlijk wel de bedoeling voor de webcam, maar mijn camera wil mijn SD-kaartje niet formatteren, dus ik wil even uitzoeken waarom niet. En we gaan dus een nieuwe Akinator opnemen. Ik heb 3 comments gehad van Shane aka Pluto Disney en hij zei dat wij Jonas van Geel, Nathalie Meskens en een creeper moeten gaan zoeken. Dus laten we maar starten met Nathalie Meskens. Oké, is het personage van, of hij misschien wat meer info, het is een actrice. Ze heeft op VTM een eigen programma Best Kijkers en dat is nu wel gedaan weer. Ze speelt mee in tegenstellen op en daar doet ze dus bekende personen na. Oké, is het personage met vrouwelijk geslacht? Ja. Woont het personage in Nederland? Nee. Is het zanger of zangeres? Nee. Bezet je personage echt? Ja. Leeft hij in hetzelfde land als jij? Ja. Heeft het personage kinderen? Weet ik niet. Is het een acteur? Ja. Is hij de presentator van de show op de tv? Zij. Is hij grappig? Is het persoon relatief klein? Weet ik niet. Speelt het personage mee in thuis? Nee. Is niet Amerikaans. Speelt je... Nee. Werkt het personage bij Catnet? Nee. Is het personage gelijk met schipverhalen? Nee. Ik denk aan Nathalie Meskes. Oh my god, zij heeft. Akinator heeft het weer al geraden. Niet te geloven. Akinator, je hebt het gewoon weer al geraden. De volgende gaan wij dus zoeken. En dat is wanneer ik mijn computer had te blazen. Jonas van Geel. Ook iemand van meteen zelf. Is het personage met vrouwelijk geslacht? Nee. Heeft hij een broer of een zus? Weet ik niet. Is hij acteur? Ja. Moment de 14 ouder? Nee, denk ik. Is het zanger? Nee. Is het een Belg? Ja. Speelt hij in een kindershow? Weet ik niet. Is hij blond? Ja. Is hij personage in een tv-show? Nee. En nu zag ik na het wagen nog eens terug. Komisch acteur? Wat is een komisch acteur? Doe maar ja. Is het personage klein? Weet ik eigenlijk niet. Was je personage presentator van een tv-show? Nee. Is het personage een koningin? Nee. Momenteel ouder dan 30, weet ik niet. Speelt je karakter? Nee. Zwart haar? Nee, want die is blond, dat vroeg je net. Is het personage een vrouw? Nee. Krullend haar? Nee. Een half, is het een half of half golden? Nee. Is je personage getrouwd? Nee. Toch niet met een man? Was geen zanger in de jaren 80? Bekend van gitaarspelen? Weet ik niet. Kan je personage alles zijn? Ja. Is hij blond? Ja, tweede keer. Heeft het personage een oudere zus? Weet ik niet. Ik denk aan Jonas van Geel. Zanger bij Debbie en de Nancy. What the fuck, jongen. Die jongen. Akinator heeft hem weer geraden. Nou, niet te geloven. Akinator heeft gewoon weer geraden. De laatste persoon die wij moesten zoeken van Shane is een creeper. Goed. Is het een man? Nou, eigenlijk weet ik het helemaal niet. Ja. Is het de vorm van een dier? Ik zal maar ja pakken. Is het een hond? Nee. Het personage echt bestaan? Nee. Komt uit een tv-serie? Nee. Is het personage slecht? Ja, want het blaast alles op. Komt je personage voor een hoorspel? Nee. Heeft je karakter te maken met Minecraft? Ja. Is je personage een League of Legends Diamond speler? Nee. Heeft hij vleugels? Nee. Draagt hij oranje pak? Nee. Heeft hij een staart? Nee. Is hij gelijk met... Alweer die... What the fuck? Jongensoog, nee. Is je karakter roodharig? Nee. Groen? Ja. Behoort je personage tot een jongensgroep? Nee. Heeft hij handen? Nee. Ik denk aan een Minecraft creeper. Oh my god, hij heeft het weer geraden. Ik dacht echt dat hij dit nooit ging raden. Een creeper ook nog gewoon, dames en heren. Hij heeft het ook nog gewoon geraden. Niet te geloven. Akinator, super dat je dit ook weer geraden hebt. Oké, dit was Akinator aflevering 2. Ik probeer voor de volgende week wel de cam erbij te gooien. En misschien is het een limits al wel dat de cam erbij zat. Omdat ik neem het nu op, het is dinsdagavond, 10 voor 10. En ja, eigenlijk moest ik wel stoppen, maar dat hoeft niemand te weten. Trouwens, je ziet ook dat het mooi bijgesneden is en ja, zo moest het. Het was dus inderdaad een creeper. Super dat hij dit gewoon... Alweer heeft je raden. Akinator, de genie van het web. En hij heeft ook deze keer weer gewonnen in aflevering 2.
niet te geloven. Dames en heren, ik dank jullie allemaal voor het kijken. Laatste speelt op 9, dat is vandaag dus. 21 uur 17. Oké. Okay. Maar ja. Dames en heren, dank jullie allemaal voor het kijken naar deze aflevering van Akinator. Jullie mogen in de comments achterlaten wie ik volgende keer moet opzoeken. En dan gaan wij die opzoeken. Shane, hartelijk dank voor je 3 inzendingen. Akinator heeft gewonnen. Ik weet niet eigenlijk als het de bedoeling was. Maar Akinator heeft in ieder geval toch wel gewonnen. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. En tot de volgende keer. Bij een nieuwe aflevering van Akinator. Later.